Goedemorgen, Jan. Goedemorgen. Ja, we staan nu op zeg maar het hoekje bij een aantal boerderijen. Het zou bijna een boerderijverzamelplaats kunnen heten. Je ziet achter mij, daar met Riet, het dak van de boerderij van Alves. Ik noem maar even de termen van de boeren die daar tientallen jaren terug hebben gezeten. En van de boerderij rechts van Herder. Daarvoor De Vries, daarvoor Oornema. En Kees Oornema, daar is nou een bekend verhaal, zet ik zondag er even op. Kees Oornema, zijn vader, had een boerderij aan de overkant van de Bonken trouwens. Nou, er waren twee boerderijen, dat zie je hier achter deze schutting. Daar is een nieuwe woning gekomen, maar er zat ook een boerderij. Boerderijtje. Ik heb even een foto. Kun je dat zien zonder geglinster? Ja. Ik denk dat dit bij de boerderij van Herder was. Dat was wel heel kort. Oh, sorry. Want is dat? Dat zijn melkbussen of zo. Wat zit daarin? Melk, denk ik. En niet veel, hè? Twee bussen. Nee. Dus dat hield in dat over het algemeen ook niet hele grote boerderijen waren, zoals we dat nu kennen en dat je met een melkauto. Maar dan kwam Zwarte Johannes. In de laatste jaren kwam die met een melkbus, met een praam, haalde de melkbussen op en bracht het naar de LMI in Leeuwarden. En Zwarte Johannes. Zwarte Johannes. Okay. Klopt helemaal. Nou, dus dat waren er al drie boerderijen. Dan zat hier Leeuwen van der Meer. En daarvoor zijn vader. En daarvoor zijn opa. Maar het is in de beginperiode toen deze woningen gebouwd werden. Wat nu verbouwd. Maar toen die gebouwd werden, was er ook een scheepshelling. Dan was dit allemaal, zo moet je het wel voorstellen, dit was weiland. En die woningen daar, die waren er allemaal helemaal nog niet. Want die zijn pas in de jaren 50 gebouwd. Dus vier boerderijen. Dan hebben we hier drie boerderijen. Achter jou, ik loop even zo bij je langs. Ja, ik ga even zo daar kijken. Ja, zie je dat? De boerderij van Johannes van der Heijden. Boerderij, maar er was hooiopslag achter het wat over het algemeen wat klein vee. We lopen er even heen. Je bent wel passend gekleed, moet ik zeggen, trouwens. Laat me even op mijn boers aankleden. Geen herenboer. Kijk, nou zie je. Dat was dan nummer 4, eigenlijk. Hoewel, en dit is natuurlijk een... En dit is ook een boerderie? Ja, dit is nou wat ik zei. Dat zat een scheepshelling. Dat kun je bij de document E, want die kun je daartussendoor zien. De document E, daar loopt nog een beetje een helling. Je wil hem ook even zien. Ja, maar daar kun je niet bij komen zo makkelijk. Oh nee, ja, daar zien we iets van. Wordt nu verbouwd. Ja. Dan hebben we hier het kampje land. En wij noemen dit vroeger ook dit pad de kamp. Waarom dat nu leegpaard is, nou, wie het weet, die mag het zeggen. En waarom heet het de kamp? Een kampje land. Een kampje land. Wij noemen het dus altijd de kamp en de woning daar. Ook helemaal verbouwd. Maar de woning daar stond ik jarenlang, zat er een bordje op van kampzicht. Denk je dat je de boeren gehad hebt? Nee, want dan was nog in de steeg daar, zat nog Dirk Stuit en later Jerke Stuit met een boerderij. En je zal het doorhebben als jij de boerderijen zo aan het water hebt, makkelijk voor het vervoer van de melk. Maar aan grond heb je eigenlijk niks. Nee. Dus wat wij laatst een keer hebben laten... Hadden ze geen koeien? Waar hadden ze die melk vandaan dan? Wel uit de koeien, Judith. Oh, niet in de supermarkt. Maar het gras, dat moest ook met de boot. Over het algemeen werd het met de boot weggehaald uit de mieren. En daar zijn we vorige keer geweest toen we bij de Burmania boerderij waren. En waar waren die koeien dan? Die koeien stonden dan op stal. Oh, oké. Okay. Of op dit kampje land. Alves had achter de boerderij ook een kampje land. En dat was met name voor het jongvee. En nog één ding. Er waren dus in Snakkeburen 11 boerderijen. Nou, de rest is... hier zie je af en toe nog iets wat lijkt op het dak van een boerderij. Maar de rest is allemaal verdwenen. Ik ga nog even naar de schoeisel. Dank je. Ja, de weidepijp. De weidepijp en de klomp. Zo doen. Zo doen. Volgende week gaan we de tuinderijen op. Tot volgende week, Jan. Doeg.